onze eerste presentatie. En die wordt verzorgd door Sarah van Veldhuizen van Roset. Roset heeft, nou iets nieuws is het niet helemaal meer, want het loopt al wel een tijdje. Maar heeft een project voor de Arnhemse basisscholen op poten gezet. En dat heet Adopteer een tijdvak. En daar weet Sarah alles van. Je krijgt de microfoon om ons dat te gaan vertellen. En je laat er ook wat van zien. Want zien is een, ja, is heel belangrijk in het kader van dit project, toch? Eerst zien, dan geloven. Ja, oké. Okay. Dit was het, Sarah. Zullen wij even gaan staan en wat meer naar het midden lopen? Sarah, die man, dat was jij niet. Nee, dat was ik niet. Hoe kan dat nou? Nou, dit is een collega. Was een collega. Helaas, hij is op een middelbare school gaan werken. Dus we hebben afscheid van hem genomen deze zomer. Maar er komt een hele leuke, goede nieuwe vervangster. En dat ben jij? Nee, dat ben ik niet. Oh. Maar, maar ik heb wel aan het begin van dit project gestaan. En dat is denk ik zo'n 3-4 jaar geleden. Toen met samen een paar andere mensen dachten we van dat lokale erfgoed. Hè, al die kinderen krijgen op school geschiedenisonderwijs. Maar dat gaat toch altijd over de landelijke geschiedenis. En ik had al vanuit Ede, waar ik ook daarvoor al had gewerkt, gemerkt dat juist die lokale geschiedenis voor basisschoolleerlingen zo vreselijk interessant is. Omdat, nou ja, dan krijg je reacties van, hé, hey, dat is een straat verderop. Of, hé, hey, die naam, dat is een straatnaam die je kent. Of, nou ja, ja, dan is die herkenning veel groter. Dus van daaruit zijn we begonnen te schrijven aan een groot projectplan. Dat ging Adopteren Tijdvak heten. En het idee was uiteindelijk, dus het is een heel groeiproces, van dat het een intensieve samenwerking met twee basisscholen in Arnhem werd, om eigenlijk die tijdvakken te gaan verkennen. En wat is dan van het Arnhemse interessant om mee te nemen naar die scholen? Dus kinderen hebben inspraak? Die hebben inspraak, ja. En ook de docenten, hè. Dus het is echt, ja, dat noemen ze dan die co-creatie. Dus we gaan het niet voor de school verzinnen, maar we doen het samen met de school. Waardoor je dus heel goed. Wat adopteer je eigenlijk? Ja, als school ga je je bezighouden met één tijdvak. En dat bestaat dan uit een hele serie lessen. Waaronder dus een bezoek van onze SIT, die dan langskwam in de klas. Maar ook een bezoek van een kunstenaar die met het dus thema. Dus zo'n filmpje als we net gezien hebben, dat maakt daar deel van uit. Ja. Maar daarna, of daarvoor, komt er nog veel meer. Ja. Het is een hele reeks. Dus ze gaan op eigenlijk allerlei niveaus, op allerlei manieren, gaan ze gedurende een aantal maanden gaan ze bezig met één tijdvak. Hoe lang, ja, hoe lang duurt één tijdvak bij jullie? Ja, ik zit nog in de projectplanfase. Ja, ja. Maar in ieder geval een aantal maanden. Ja, ja, ja. Het zijn intensieve projecten. Ja. Gaat over twee basisscholen. Ja. Maar er zijn er in Arnhem, ik weet niet hoeveel, maar wel enige tientallen. Hè? Ja. Hoe gaan jullie dat dan met die andere doen? Nou, de eerste hebben zich al gemeld. Dus dit was echt een pilotfase. Hè? Dus dat je gaat uitproberen van hoe werkt dit? En is het krachtig genoeg om verder te ontwikkelen en om andere scholen daarbij te gaan betrekken of uitnodigen? Ja. Nou, dat bleek. Dus er zijn steeds meer Arnhemse basisscholen die graag in dit project willen meedraaien. Maar het is dus, ja, het is een hele intensieve samenwerking. Ja. Dus, ja. Maar wie betaalt dat? Deels de school vanuit cultuurgelden, maar zoals jullie net ook al zagen in het filmpje op het slot, is dat het Fonds Cultuurparticipatie, die heeft een flinke bijdrage geleverd. Ja. Ja. Oké. Okay. En welke twee scholen zijn jullie begonnen? De Heijenoordschool in Heijenoord. Ja. En de andere Panorama. Die zit daar vlakbij, dus het waren twee scholen vlak naast elkaar. Okay. Ja. Ja, wat ik me afvroeg, ik vond het leuk om te zien en te horen ook, hè. Maar die twee scholen die je net noemt, dat zijn, ja, die zijn niet echt modaal, zal ik maar zeggen. Hè? Er zijn in Arnhem heel veel scholen met kinderen van migranten, hè, die moeite hebben met de Nederlandse taal. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe die hierop gaan reageren. Kunnen die dit volgen? Ja. En in hoeverre herkennen zij er iets in? Ja, nou ja, dat is een hele relevante vraag. En je hebt gelijk, hè. Dus dit zijn de twee witte scholen, laten we het zo noemen.
Maar we hebben in het erfgoedcentrum veel en veel meer scholen en ook veel meer doelgroepen. We hebben deze zomer de zomerschool gehad, die veel diverser is, waar kinderen die extra ondersteuningsbehoeften hebben naartoe komen. Dus we zijn daar echt wel gewend mee te werken. Okay. Dus dat betekent ook dat we met dit project, en dan zijn er wellicht aanpassingen nodig, en dan zul je misschien een andere insteek moeten kiezen. Maar zo flexibel is het programma wel opgesteld. Ja. Juist. Ja. Ja. Okay. En hoeveel tijdvakken zijn er tot nu toe geadapteerd? Ja, dat is een goede vraag. Ja, nou een goed antwoord graag. Ja. Weet jij dat, Karin, toevallig, waar we zitten? Ik durf het ook niet te zeggen. Maar ik weet dat er in ieder geval 6 van deze vlogs nu online staan. Mm-hmm. Dus want als je naar YouTube gaat en je toetst in adapteren tijdvak, dan kom je bij die vlogs. Ja, dan kun je ze allemaal bekijken. Hè? Ja. En op de website van Rozet komt binnenkort ook een heel uitgebreide omgeving die ingericht wordt, waar je ook foto's kunt zien van wat er dan op die scholen gemaakt wordt, wat wordt ermee gedaan, welke kunstenaars zijn erbij betrokken. In dit geval is bijvoorbeeld Jesse Laporte erbij betrokken. Die gaat met de kinderen gedichten en dagboeken schrijven. Dus op allerlei manieren. Dus het gaat eigenlijk veel verder dan alleen geschiedenisonderwijs. Zeker, zeker. Ja. Binnenkort willen die kinderen niks anders meer, denk ik. Ja. Nou ja, dan is het toch een beetje gelukt. Ja, zeker. Omdat, zijn er vanuit de zaal nog vragen? Wat zit er over de Romeinen in? Daar is een vlog van, ja. Daar is een vlog van. Ja. Maar vandaar, het is nu september, dus gaan we niet over Romeinen hebben, maar over de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Nou, het is wel leuk, want dan gaan ze naar het Castellum toe. Ja. Dus dan gaat die hele klas naar dat Castellum toe en dan gaan ze met bakstenen gaan ze bouwen. En dan mogen ze in een gewaad van een Romeinse... Dus ze kunnen zich helemaal inleven. Ja, precies. Ja, nog een vraag. Ik zag net iemand die dagboeken geschreven heeft, die nu in belangstelling staan. Is dat de zoon van Hendrik Val de Schilder? Ja. Want Hendrik Val de Schilder, die woont erboven. Ja, klopt. Ja. Dus dat is zo? Dat is antwoord zo. Op de vraag is ja. Ja. Oké. Zijn er nog meer vragen vanuit de zaal? Kasper? Wordt er misschien nog samengewerkt met de Ridders van Gelre? Dat ook. Met de Ridders van Gelre, ken je die? Jazeker, ja. Nee, daar wordt niet mee samengewerkt. Nee, vooralsnog. Ja. Maar misschien is dit een gouden tip, hè? Ik zal hem doorgeven aan de... Kasper zit altijd vol gouden tips. Ja. Nog vragen, opmerkingen? Nou, er valt nog heel veel over te zeggen. Ook heel veel van te zien. Dus op naar YouTube. Na 8 uur natuurlijk pas. Sarah, dankjewel voor wat je ons hebt laten zien en het verteld hierover. Nou, bedankt. Adopteer een tijdvak. Gedaan. Ja. Dankjewel.